Welkom bij deze nieuwe video. Nee, geen tropische dieren zijn. Ik dacht zelf van, laten we eens om de beurt doen. Eerst franchise, dan tropische dierentuin, dan franchise. Dus om de keer, dus volgende week is weer tropische dierentuin. Dus nu gaan we een nieuwe franchise starten. Het was gelijk, dus ik dacht, ik kies zelf maar even. Ik heb gekozen voor de lente dierentuin, dus... De volgende is dan het themapark, denk ik. Dat wordt ook een vrij lange serie. En gisteren is de Barnyard Animal Pack aangekondigd. In het Nederlands vertaald boerenerf pakket. Dus dat is best wel leuk. En 30 april komt die uit. Dus dat is precies over een week. Maar een nieuwe franchise. Ik ga hem noemen LVD's. Zoes. LVD staat voor liefde voor dieren, dus vandaar. Ik ben klaar. 300, nice. Maar natuurlijk 200. En ik wil met een gematigd klimaat in Europa. LVD's. Lentepark. Kijk aan. Ik denk ik gewoon vlak wil. Daar gaan we. Hier ga ik ook geen polls voor aanmaken. Ik heb hier echt serieus geen idee van welk dier ik ga doen. Dus ik ga gewoon op gematigd tropisch filteren, denk ik. Gematigd en tropisch. Zo, daar zijn we. Even kijken, dat moeten we nog allemaal even doen. Dus dat gaan we denk ik even, wacht. Ik denk als eerst 8 meter en dan dit pad. Een graspad, deze. Die is er natuurlijk ook nog. Dus ik denk dat we die gaan doen. Dat is wel een leuk pad. Even kijken hoor. Maar ik ben wel zo van excited voor de Barnyard Animal Pack. Wegens het de alpaca heeft. En de alpaca vind ik een heel leuk diertje. En... Eindelijk ook gewoon boerderijdieren. En dat heeft wel even geduurd. Voordat we die eindelijk kregen. En het is ook echt een heel erg requested. Die hebben heel veel mensen aangevraagd. Die wilden heel veel mensen. Ik ga gelijk even alles plaatsen. Dan hoeven we ook niks meer extra te plaatsen. Zo. Dat staat nu hier. Ik moet wel even pauze zetten. Want ik ga personeel aannemen. En dan, dat kost allemaal weer geld. En dat willen we niet. Monteur. Beveiliging doen we later wel. Even kijken. Gematigd. Misschien tropisch en taiga. Continent. Ja, kan alles wel. Ik wil wel een beetje wat kleinere dieren toevoegen. En wat schattigere dieren, zoals dit. Maar niet dit, bijvoorbeeld. Kan ook, maar... Dit kan in principe wel, want die is vrij klein. Nou, klein, maar... Oké, die vind ik wat hebben. Maar laten we eens kijken. Deze lijkt me leuk, maar het is wel lastig om mee te beginnen. Want het is wel een... Ja, een schildiersoort. Laten we even kijken of ze schuw zijn of niet straks. Deze kan, maar deze ziet er best wel griezelig. Deze kan ook. De wallaby is leuk. Kaiman. Moi. Schutdieren, maar ze hebben wel schuw. Fossa's. Schildpadden. Grizzlybeer. Ik denk dat ik voor de wallaby ga. Die is ook zelfverzekerd. Even kijken. Bennett Wallaby. Deze. Zelfverzekerd 1 tot 30. Kan best. Australië, Tasmanië.
Nou, ik denk dat we dan daar weer kunnen gaan bouwen. Dit irriteert me dat ze in de lucht hangen, dus zo. We willen maar 8 meter staan. Wat misschien... Nee, ik denk dat het beter is om een pad van 10 meter te doen. En dan een zijpaadje van 8 meter. Zo. Zo, dat maken we later wel mooi. Zo, die gaat daar door. En dan wil ik hier een soort van rotonde maken. Oh. Wat is een leuk idee? Misschien... Ik weet niet of ik het hier wil doen of gewoon hiernaast. Ik denk dat ik... Ja, ik denk dat ik hem hiernaast wil. Als eerst ga ik hier even een muur bouwen. Nee, bouw. Zo. Dat is in ieder geval niet meer zichtbaar. Personeel kan er wel gewoon doorheen. Oh, trouwens ook heel handig. Deze lelijke dingen worden eindelijk nou, niet vervangen. Maar er komen extra andere deuren die veel lager zijn. Dus dat is wel heel chill. En die kunnen we dan ook gaan vervangen. Want dit is echt niks. Wat wil ik? Aangezien ze zelfverzekerd zijn, is het misschien ook wel leuk om hier dan glas te doen. En dan de rest hout. Zo, en dan doen we hier ergens de deur. En dit irriteert me ook. Dit moet even. Nee. Zo. Dat is beter. Eigenlijk ben ik ook benieuwd of we die beesten nog wel kunnen betalen. Bennett Wallaby. Oh, alleen maar mannetjes. Volgens mij komen ze eigenlijk met. De mannetjes konden volgens mij ook met 1 tot 30, dus gaan we even naar Zoopedia. Ja. Met 1 tot 30, dus we kunnen later nog ook... Verkeerde. We kunnen later ook nog wel wat vrouwtjes kopen. Ze zijn echt heel goedkoop. Oh, kijk aan. Zo. Dus kunnen bezoekers hier zien en daarachter. Ik moet trouwens wel heel eventjes dit hek omhoog halen. Tot 3 meter dacht ik. Exact 3 meter. Ja. Oh. Met Q doe je dus zo'n rondje. Ik dacht dat het Q naar beneden was. Of jeuk in mijn oor hoor. Ik moest even jeuken. Wat ik als eerst ga doen. Is een collectebus plaatsen. Er komen volgens mij ook nieuwe.
informatieborden, dacht ik. Ik heb geen idee, want we hebben ze al, maar ik heb geen idee. Misschien dat ik nu wel heel dom doe, maar... maar... Oh, dat vind ik gewoon prima. Misschien dat we iets meer aarde kunnen doen. Hier zo. En dan kunnen we denk ik... nou, laten we eerst beginnen met verrijking. Oh, ze hebben echt letterlijk niks. Dan moeten we ze gaan onderzoeken. Gaan we gelijk door naar de plantjes. Oh, hier zijn altijd van die mooie bomen. Ik wil het niet, ook weer niet al te begroeid hebben. En ook hier soort van... Ik wil wel veel stenen hebben. Ook al zijn ze zelfverzekerd, misschien is het toch leuk, toch fijn voor de dieren om even een verstopplekje te hebben. Maar waar? Ja, ik denk ook niet dat het per se nodig is. Nou, ik denk dat ik daar hierachter doe, dat ik dat even extra stuk maak. Oh ja, ook mooi. Deze. Dit ziet er al ergens best wel leuk uit. Nou, laten we hiermee beginnen. Zo. Misschien als we daar achter ook even een shelter kunnen maken of wat dan ook. Bouw. Dak. Deze. Zo'n metalen dak is misschien wel leuk. We kunnen ze hier binnen even lekker chillen, want Australië staat ook bekend van die golfplaten. Achter ook nog wat. Dan nog even wat informatieborden. Trouwens, echt het slechtste wat je kan doen aan het begin van je dierentuin, dat geef ik even als tip, is het plaatsen van een stroombron. Of hoort die dingen? Nou, in ieder geval van die stroomdingen, want je kan daar echt, het zijn echt, het kost geld, energiekosten, dus aan het begin van je dierentuin heb je altijd stroom en dat moet je echt gewoon, want je eigenlijk, daar kan je heel snel failliet gaan als je zo'n stroomding plaatst. Dus het is ook leuk om deze borden te plaatsen. En ik heb al gezegd, helaas stopt het park met alle dieren en ik heb de naam ook veranderd. Dus ik weet niet, ik vind het gewoon niet zo leuk meer om te maken. En ja, ik weet niet, ik vind het gewoon niet zo leuk meer om te doen. Dus sorry, maar ja, ik wil het zelf ook leuk voor mezelf houden. Nou, ik dacht ik doe even een boomstam daar in het midden. Misschien staat hij wel bij natuur. Ik kan natuurlijk ook gewoon een
zo'n paal doen. Zo. Oh, wacht, ik mis een. Dan kunnen ze hier lekker slapen. Slaapplekjes neerzetten. En hoe voelen jullie je nu? Nog steeds goed. 68%. Ja, ik. Dat is nog niet helemaal goed, maar dat komt waarschijnlijk door de. Ja, de eerste bezoekers komen al. Dat komt waarschijnlijk door de. Door de Viking. Nou, de eerste verblijf is al best wel oké gelukt. En heel belangrijk. Kan jij ontsnappen? Ik ben heel benieuwd. Nee, jippie. Ze kunnen hier ook lekker naar binnen. En hoe is de educatie? Nog steeds nul? Of nog steeds? Wat moet ik nog meer doen? Volgens mij heb ik alles wat ik nodig heb. Oh ja, ik wil nog hier omheen nog wel even mooi maken. Want het is natuurlijk een lentepark en daar heb je echt bloemetjes bij nodig. Deze. Het is ook wel leuk dat je dan tussen de bloemetjes loopt, dat je dan... Nee. Dat is mogelijk op de Steam Workshop ding. Of de blauwdruk ding. Zo, kijk, dan lopen de bezoekers ook nog lekker tussen de bloemetjes. Ja, dat heeft wel wat. Nou, de volgende keer gaan we hier wat maken. Ja, verblijfje. Zo, ik heb mijn geld aardig opgemaakt. Ik hoop dat mensen gaan doneren. Dat is ook boos. Vooral salarissen zijn best wel een probleem. Maar mensen, ga doneren alsjeblieft. Oh ja. Nee, je ziet ook gelijk dat het omhoog gaat. Maar mogen jullie suggesties hebben wat hier gaat komen? En laat me alvast weten. Hey. We kunnen alvast wat verrijking neerzetten voor ze. Ik heb gewoon mijn oude franchise heb ik gewoon verwijderd. Wat moest ik er ook mee? Even kijken hoor. Oh, dit werkt. Zo. Nu zijn ze een stukje blijer. Oh, wat ga je hier doen? Oh, wacht. Nee. Ik wil het hier wat meer privé maken voor de dieren. Dus dat ze. Dat de bezoekers er niet zo in kunnen kijken. Ook nog even een PVC. Dit ding. Maar de grote vraag is, kunnen ze er nog steeds in? Maar ik ga ook even vertellen wat voor dieren allemaal in die pack zitten. In die nieuwe.
De Tamworth pig, het Tamworth varken. De heel Radnor sheep, heel Radnor schaap. De open geit. De, even denken hoor. Even diep nadenken. De alpaca. De alpaca komt. De Schotse hooglander komt. En de Sussex chicken. De Sussex kip. Komt ook. Volgens mij heb ik ze dan allemaal. Denk ik. Ik weet niet zeker. Ik zit even na te denken. Maar kijk, hier kan je ze ook goed zien. Zo, lekker liggen. Zo, ik denk dat dit de video voor nu was. Het was volgens mij niet een hele lange video, maar het is ook het begin van een serie. Het begin van een serie. En dit wil ik nog even kort gaan zo. Zo. Loop je hier lekker door de bloemenveldjes, kan je de wallabies zien. Helemaal top. Ja, misschien kan ik ook nog even een bord bij de ingang zetten. Nee, boom. Aanpasbaar. Dat zoek ik meestal gewoon op en dan krijg je hem wel. Dit is veel mooier. En ik denk dat ik die borden ook gewoon even bij de dieren ga zetten, van wat er zit. Het helpt niet bij de educatie, maar toch voor het idee. Bennett Wallaby. Zo. Zo, een leuk beginnersdier, denk ik. Nou, dan was dit dus de video. Bedankt voor het kijken. En de volgende keer weer aan de tropische dierentuin. En tot de volgende keer.